Blijft even wennen. Frenkie Rijkaard op de bank bij Sparta Kralenburg. Maar hij is dol enthousiast. Hij heeft er heel veel zin in. En hij gaat ook met ons kijken naar deze kaart. Sparta Kralenburg 3 tegen 1. En de andere twee teams zijn ADO Den Haag en Scheveningen. Dat lijkt me een leuke wedstrijd. Een mooi pool trouwens. We zijn er doorheen. Hè? Ja, we zijn er helemaal doorheen. Dan kan ik u nog zeggen dat er nog twee opvallende uitslagen waren te noteren in andere pools. Het pas gepromoveerde FC Den Bosch, gepromoveerd naar de Eredivisie, speelde met 2-2 gelijk bij UDI-19 Beterbed. Dat is een opmerkelijke uitslag. En een andere opmerkelijke uitslag was de brilstand bij Veendam. Bikwik 0 tegen 0. Dat lijkt me een hele opwindende wedstrijd geweest te zijn. Maar goed, het is nog vroeg in het seizoen, zoals ik al zei. Zaterdag om 11 uur. Dan zijn we er weer op V8 met heel veel Amstel Cup voetbal. Voor nu, fijn dat u keek. Graag tot zaterdag. Hoi. En monsterlijke misdaden in Silk Stalkings. Morgen op V8. Om 8:30 wordt een detective smoorverliefd op de vrouw die hij moet schaduwen in Stakeout. En om 10:50 is Leatherface terug in The Return of the Texas Chainsaw Massacre. Stakeout en The Return of the Texas Chainsaw Massacre. Morgen op 8, V8.